Ik heb een mooie tijd gehad. Ik heb naar mijn idee op een goede manier kunnen samenwerken met de gemeenteraad. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we het altijd met elkaar eens waren. Aan de andere kant hebben we gezamenlijk ook veel bereikt. Ik kijk er goed op terug. Wat waren de grootste wapenfeiten? Ja, wapenfeiten van mij, dat is moeilijk om te zeggen. Maar ik denk dat een van mijn wapenfeiten wel is dat ik het altijd wel goed probeer voor te bereiden. En dan sta je wat steviger bij vergaderingen. De gemeente heeft besloten de waardering uit te spreken voor jouw 20 jaar inzet voor het sociaal domein, voor de transitie, voor het onderwijs. Waar steeds duidelijk was dat het jou niet ging om politieke spelletjes, maar het belang van de inwoner, de mens centraal zeggen. Daarom is het mijn eer en genoegen om jou de erepenning van de gemeente Duiven te overhandigen. In 2017 namen we als gemeente Duiven al een praktijkondersteuner jeugd aan voor de gezamenlijke huisartsen. We liepen daarmee vooruit in de regio, voorop. Op die manier konden we onze kinderen, jongeren en hun ouders betere hulp bieden. Ten slotte wil ik de gemeenteraad bedanken. De colleges waar ik deel van mocht uitmaken. En niet te vergeten de Griffie, de ambtelijke organisatie van Duiven en later van Eemstroom. Ik kijk goed terug, maar het is wel vreemd om na 20 jaar wethouder om dan te stoppen. Dat is wel een raar idee. Ja. Ja, maar wel zeer verrast door de manier waarop ik in het zonnetje ben gezet. Dus daar ben ik wel heel dankbaar voor. Ik ben blij met de ambtenaren waar ik mee te maken heb gehad. Heel erg bedankt voor jullie kennis en inzet. Dank u wel. Ik heb de erepenning gekregen van de gemeente Duiven. En ik weet dat die niet vaak wordt uitgegeven. Dus daar ben ik toch wel trots op.